Hallo schoolfeestliefhebbers. Hier zijn we bij Hofstreek TV met allemaal fantastische schoolfeest-items. Dit jaar helaas geen Goors feest dan hier met de grote tent op het plein. Maar wel andere fantastische initiatieven. Waaronder een aantal bands die het gewoon doen om hier naar Goor te komen. En zelfs wat gaan spelen. En ook een interview. En vanavond en vanmiddag, de hele dag, hebben we eigenlijk te gast hier de band Leeds. Applaus voor Leeds! Ja, fantastisch. Ik heb Ramon hier bij me staan en Rosan. Allereerst, hoe gaat het met jullie? Allereerst vraag Rosan, hoe is het met je? Ja, goed. Het is heerlijk. In ieder geval lekker dat we weer een beetje aan de gang kunnen gaan. Want het heeft natuurlijk een tijdje stilgestaan. Maar ik ben blij dat we weer bij elkaar mogen komen. En dat we lekker met elkaar muziek kunnen maken. Gezellig. Dus, ja. Goed te horen. Stel de band even voor. Wie hoort er allemaal bij? Ik heb hier Ramon en Rosan, maar wie staat er meer bij jullie? Rosan is natuurlijk het parelstuk van onze band. Ze is niet heel groot, maar ja, de meeste parels die zijn ook heel klein. We hebben achter de drums Wesley Postema. Op de gitaren is dat Wiege Sprik. Daarnaast hebben we op bas Hein Jordens. En achter de toetsen staat normaal gesproken Pim Oudewenink. En het is gewoon een bij elkaar geraapt zooitje van mensen die eigenlijk niks kunnen. En samen toch nog een beetje muziek kunnen maken. Ja, nou, dat klinkt goed. Waarschijnlijk gaan we het zo meteen wel horen wat jullie allemaal gaan laten zien. En dan zal het vast wel iets meer zijn dan een bij elkaar geraapt zooitje. Maar hoe lang is dat zooitje ongeregeld al bij elkaar dan? Op dit moment zijn we de hele dag al samen. Dus dat is een beetje... Dat is best al lang, toch? Ja, vanmorgen om 8 uur kwamen we samen, zijn we hier op de fiets naartoe gegaan. Wel met 1,5 meter afstand natuurlijk. Ja. Fantastisch. En toen heb je ook de naam vast bedacht, want jullie heten Lead. Waar komt Lead vandaan? Ja, Rosan, waar komt Lead vandaan? Nou, zijn we wel benieuwd wat zij dan gaat zeggen. Verzin eens iets. Nou, er was ooit zo'n Gothic band. Hoe heet dat ook alweer? Maar ja, dat was zo'n heel mooi logo en dat leek een beetje op Lead. En toen dachten jullie, laten wij dat maar overnemen. Nou, eigenlijk heten we Lead omdat wij allemaal graag... in de aandacht willen staan. We willen allemaal graag op het podium staan. We willen eigenlijk allemaal de lead zijn. En als we het samen zijn, dan hebben we dus lead. Ja, nou, dat klinkt goed. En wat maakt jullie uniek? Lead, gaaf, energiek. Maar wat maakt jullie nou net iets anders dan een andere band, Rosan? Nou, wat wij het mooiste vinden aan op podium staan is gewoon de interactie met het publiek. Dus dat we echt... We gaan hartstikke goed als wij energie van de mensen terugkrijgen. En ik denk dat dat voornamelijk onze drijfveer is. Ja, ik denk dat wij gewoon spelen voor het publiek. We gaan ook echt letterlijk tijdens onze shows normaal gesproken het publiek in. Omdat wij gewoon te gast zijn op het feestje van de organisatie. Het feestje van de mensen die in de tent staan. Dat vinden we belangrijk. Ja, goed te horen. En jullie zijn nu in Goor. Helaas niet in de grote tent wat normaal gesproken zou zijn dit weekend. Maar wat ken je van Goor, Ramon? Weet je iets van Goor? Ja, ik kom regelmatig doorheen rijden. Ik kom zelf uit Rietmolen. Ook vroeger wel eens hier op de feesten geweest. Dus ik ken Goor zeker wel. Oké, okay, nou, dat is altijd fijn om te horen dat Goor een klein beetje bekend is. Als ik jullie door de avond heen hoor, wat voor muziek mag ik dan verwachten van Lied? En we gaan zo meteen wat horen natuurlijk, maar welke muziek maken jullie? Eigenlijk alles waar iedereen op los kan gaan, waar ze op kunnen dansen, waar ze op mee kunnen zingen. Dus van AC/DC tot ABBA voor de wat oudere mensen, die vinden natuurlijk ook hartstikke leuk. En eigenlijk... Beetje Nederlandstalig ook, gewoon knallen. Ja, Hazes. Fantastisch. En, dat klinkt goed. Mooi Waark. Normaal spelen we ook wel eens, vandaag niet. Nou, mooi. En allemaal positieve dingen, vooral over jullie band zelf. Helaas zitten we in die coronatijd, die vervelende coronatijd. Zeker ook voor bands, want weinig daadwerkelijke optredens in grote tentfeesten. Hoe is dat voor jullie? Want er zijn geen optredens, kom je bij elkaar. Wat doe je dan, Ramon, in zo'n periode? Ja, voor ons is het gewoon een hobby en zitten wij gewoon de zaterdagavond op de bank. En de vrijdagavond en de donderdagavond. Dat is voor ons, hele week eigenlijk. Onze partners is dat soms wat minder prettig. Die hopen dat we snel weer de deur uit gaan. En... we zijn gelukkig weer aan het repeteren, maar we vinden het vooral vervelend voor bijvoorbeeld in Goor. Mensen leven het hele jaar toe naar dat ene feest. En als het dan niet doorgaat, ik bedoel, wij hebben elke week de kans op een feest. Maar het Goorse feest is nu wel echt voorbij, dus dat vinden we heel spijtig voor jullie. Ja, dat is het zeker. Dat voelt heel vervelend. Maar jullie treden elk weekend op en dat is er helaas niet. Maar positief, aan het einde van het jaar, misschien in 2021, wat kunnen we dan verwachten? Staan er al een paar mooie dingen op het programma van jullie?
vragend aankijkend. Ja, er staat van alles op het programma. En alles staat nog tussen haakjes. Want gaat het door, gaat het niet door. Het ligt gewoon aan het vaccin. En wij zeggen ook, wij hebben hier ook één Rozan afstand tussen ons. 1,5 meter is gewoon belangrijk. Zorg ervoor dat je zelf aan de regels houdt. Want dan wordt zo snel mogelijk alles weer vrijgegeven. En kunnen we gewoon feestjes maken. En dat is het belangrijkste. Dat snap ik wel, ja. Hey, jullie gaan zo meteen optreden. En dan sta je hier voor een paar camera's. En misschien 3, 4 mensen in het publiek. Hoe zal dat gaan zijn? Want daar zul je nog niet zoveel ervaring mee hebben. Voor een camera spelen of voor 6 camera's spelen. Hoe is dat, Rozan? Nou, normaal dan sta je natuurlijk voor een publiek en krijg je energie. Maar ik krijg gewoon energie van Ramon, van Wesley, van Wigge, van Hein, van Pim. Het is lekker om met elkaar muziek te maken. En de nummers die we spelen, die vind ik allemaal te gek. Dus ja, daar haal ik zelf wel de energie uit. En ben ik alleen maar blij dat we hier mogen zijn en dat we lekker los kunnen gaan. Ah, leuk. En is dit nog een lunatic, een halve zol in de band die een beetje alles een beetje aanzwengelt zo in deze periode? Ja, wijze heeft geen zin, want dat zien de mensen. Eigenlijk zijn de lunatics de jongens die achter de schermen staan. Dat mag ook genoemd worden. De jongens van Soundcheck, die staan gek te doen achter de mengtafel, achter de lichttafel. Die zorgen ervoor dat wij kunnen spelen. En als we naar rechts kijken in de coulissen of als we achter in de zaal kijken, dan zijn de jongens altijd los aan het gaan. En dat zijn denk ik de lunatics binnen de band. Okay. Maar zijn belangrijke mensen, want die zorgen er wel voor dat jullie kunnen optreden als het primetime is, s'avonds tijdens absoluut, de absoluut. Tent. Ja, top. Hey, als laatste, en dan sluiten we het interview af. Als jullie nou willen boeken voor einde van het jaar of volgend jaar, als alles hopelijk weer een beetje normaal is, wat moet je dan doen als jullie in de tent wil hebben of jullie in het tuinfeest of waar dan ook? Henry Jansen evenementen, service. Ja, en is 24/7 bereikbaar. Henry, ik weet dat je kijkt. 24/7. Gewoon bellen. Bellen is sneller. Dus Henry, daar gaan we. Ja, top. Leuk om te horen. Dank jullie voor die fantastische interview. We gaan zo naar jullie kijken en luisteren op het, bij het optreden wat we gaan doen. Vooral jullie gaan doen. Ik wil jullie bedanken en ik wil nog 1 groot applaus voor de... Nou, we zijn er 10 mensen die hier aanwezig zijn. Applaus voor Leeds! Dankjewel. Tot ziens. Hoi hoi.